Heel goede avond. Er is nieuws over Operatie Zero, het grote voetbalschandaal dat bijna 3 jaar geleden uitbrak in ons land. Er kwamen toen al trainers, makelaars, clubleiders en scheidsrechters in opspraak. Maar nu is er voor het eerst meer duidelijkheid over de rol van 1 hoofdrolspeler, scheidsrechter Sébastien Delferrière. Ja, dit is een penalty hoor. Hij slaat er bijna naar. Nee, zegt Delferrière. Oh, nee. Oh, onbegrijpelijk. Oktober 2017. Agent verliest op Charleroi na enkele dubieuze beslissingen van scheidsrechter Sébastien Delferrière. Dat is schandalen, hè, jongens. Schandalen. Toen werden er al vragen gesteld en nu blijkt uit bronnen dicht bij het onderzoek dat Delferrière en toenmalig Charleroi-trainer Matsou elkaar heel goed kenden. Matsou zou enkele maanden eerder aan Delferrière gevraagd hebben om hem in contact te brengen met Dejan Velkovic, de toenmalige voetbalmakelaar die nu al spijt op dan samenwerkt met het gerecht. Velkovic had zelf een goede band met Delferrière. Matsou wou naar een grotere club en had daarbij de hulp van de makelaar nodig. De drie ontmoeten elkaar in een hotel. Volgens Velkovic wou Delferrière ook geld verdienen aan zijn rol als tussenpersoon. Delferrière speelde zo eigenlijk voor manager van Charleroi-trainer Matsou. En dat terwijl hij regelmatig wedstrijden floot van zijn club. Dat is een vermenging van belangen die deontologisch onaanvaardbaar is. Delferrière werd na het uitbreken van het voetbalschandaal eind 2018 op non-actief gezet en later ontslagen door de voetbalbond. Hij is door het gerecht ook in verdenking gesteld. Niemand van de betrokkenen wenste te reageren. Peter van den Bent is onze collega die alles weet over dat voetbalschandaal. Hij heeft straks meer uitleg bij de nieuwe onthullingen in het journaal van 7 uur. En dan een bizarre vaststelling. Deze morgen in Limburg. Meer dan 100 bussen van de lijn zijn afgelopen nacht beschadigd in verschillende busdepots. De politie onderzoekt wie daarvoor verantwoordelijk is. De bus nemen was in Limburg vandaag niet altijd evident. Maar liefst 100 bussen in Beverlo, Winterslag en Hasselt bleken deze ochtend na het uitrijden van de eerste bussen zwaar beschadigd. Op het eerste zicht lijkt het dat het vooral om beschadigingen aan de banden gaat. Maar ja, het onderzoek loopt uiteraard nog volop. Samen met de mensen van de lijn zijn we momenteel aan het bekijken of er eventueel nog andere beschadigingen aan de bussen aangebracht zijn. Door de grootschalige sabotage was het busverkeer in de regio de hele ochtend verstoord. De impact vanochtend was uiteraard gigantisch. Er zijn ongeveer 100 bussen die gevandaliseerd zijn. Dus ja, dat betekende dat de hele provincie Limburg dit voelde. Even na de middag waren de meeste bussen hersteld en kon de dienstverlening hervat worden. De vraag blijft hoe de daders zo makkelijk bij de bussen geraakten. In Hasselt kunnen we inderdaad zeggen dat wij gezien hebben dat ze de omheining hebben doorgeknipt en op die manier het terrein hebben betreden. Maar ja, onze collega's in Beringen, Genk zullen dezelfde vaststellingen moeten doen en dan gaan we inderdaad moeten bekijken hoe dit is kunnen gebeuren. Voorlopig voeren de 3 politiezones elk hun eigen onderzoek. Op dit ogenblik is er nog geen centraal onderzoek lopende, maar dat zal wel in een latere fase bekeken worden of dat eventueel opportun is. Een Vlaams parlementslid zal binnenkort na 30 dagen ziekte geen onkostenvergoeding meer krijgen. Die aanpassing is een gevolg van de verontwaardiging rond parlementslid Sihem El Kawakibi. Zij wordt verdacht van subsidiefraude en is sinds eind vorig jaar afwezig wegens ziekte. De nieuwe regeling gaat vrijdag in, 1 oktober dus. Het loon, zo'n €3.500 netto, kan ze houden dan daar nog. Maar de onkostenvergoeding van netto €2.200 per maand, die valt dan weg. Natuurlijk betekent dat dat dan begint te lopen vanaf 1 oktober, die 30 dagen onafgebroken afwezigheid wegens ziekte of ongeval. En dat dan vanaf ja, ongeveer 1 november dan, het zal zo zijn dat mevrouw El Kawakibi haar onkostenvergoeding zal verliezen. In de Amerikaanse staat New York mogen gezondheidswerkers niet langer weigeren om zich tegen corona te laten vaccineren. Sinds middernacht moeten ze tenminste 1 prik gehad hebben, anders worden ze geschorst of ontslagen. Today is a significant deadline. It reflects my priority to just stop this virus dead in its tracks. We are over it, we are done, we want to move on. De gouverneur van New York wond er geen doekjes meer om. Een paar uur voor het verstrijken van de deadline legden ze nog een laatste keer uit waarom ze een verplichte vaccinatie voor medisch of verzorgend personeel niet meer dan logisch vindt.
Can't we just say that that is a basic right that everyone has to know that they'll be safe when they enter a healthcare facility or you have your elderly parents or grandparents in a nursing home, that they will not get sick because of someone who's charged with their care? Van het ziekenhuispersoneel in de staat New York zou zo'n 15% niet of niet volledig gevaccineerd zijn. Die mensen kregen tot middernacht om zich te melden voor een spuitje. Wie dat niet deed, wordt in principe vanaf vandaag ontslagen of geschorst. Sommige ziekenhuizen en woonzorgcentra vrezen nu voor de komende weken een personeelstekort. Hier en daar stellen ze nu al niet dringende zorg uit. New York wordt op die manier ook een testcase, hoe ver je kan gaan met het verplichten van vaccinatie zonder daarmee nieuwe problemen uit te lokken. Op het Canarische eiland La Palma is de Cumbre Vieja weer volop vuur aan het spuwen. Lava stroomt op verschillende plaatsen richting de oceaan. Er zijn tientallen explosies te zien. Als de lavastroom de zee bereikt, dan kunnen explosies gevaarlijk worden en er kunnen dan ook giftige dampen ontstaan. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn afgelopen nacht bijna 700 migranten aangekomen. Die zaten allemaal samen in één roestige vissersboot die waarschijnlijk in Libië vertrokken was. De migranten moeten nu allemaal in quarantaine. En Mexico heeft 200 jaar onafhankelijkheid gevierd met een kleurrijke show in Mexico City. De belangrijkste momenten uit de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Spanjaarden werden daarin nagebootst. 11 jaar duurde die oorlog, tot 1821. Marjorie Heuls en Yves Kiefer, de coaches zijn dat van de Belgische turnploegen, blijven in functie. Dat heeft Gimfed laten weten, de Vlaamse Turnfederatie. Heuls en Kiefer lagen onder vuur sinds een onderzoek psychisch grensoverschrijdend gedrag blootlegde. De coaches boden toen hun excuses aan, maar ze mochten op vraag van onder meer Nina Derwaal wel op post blijven tot de Spelen. Hun mandaat is nu verlengd, minstens al tot de volgende Spelen in 2024 in Parijs. Echt waren er twijfels bij hen, bij ons. Het is zeker niet zo dat we zoiets hadden van ja, we gaan hier op het gemakje verder doen. Er zijn echt wel vele uurtjes ingekropen, zowel voor als na de Spelen, om uiteindelijk tot deze beslissing te komen. Zeg maar. Je hebt altijd voor- en nadelen uiteraard. We zitten vooral met een generatie gymnasten vandaag die heel duidelijk ook aangeven dat ze met die coaches graag samenwerken. In het Journaal van 7 gaan we naar het drielandenpunt. De grens van ons land met Duitsland en Luxemburg. Want inspecteurs zijn daar de grenspalen aan het controleren. Iets wat blijkbaar elke 5 jaar gebeurt. Enkele palen zijn nu meegesleurd, zo blijkt, tijdens de overstromingen van de zomer. Hoe dat rechtgezet wordt, dat zien we over een uur. Ik wens u nog een heel mooie avond toe. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.